moord op miljoenen. De nazi's probeerden het Joodse ras te vernietigen. De meeste Joden wisten niet wat hen te wachten stond toen ze gedeporteerd werden. Ze dachten dat ze gingen werken voor de Duitsers in Duitsland of zelfs in Polen. Vanuit Nederland duurde de reis naar Auschwitz in Polen ongeveer 3 dagen. En dit zonder eten, drinken of de mogelijkheid om naar de wc te gaan. Hier zie je een aantal gedeporteerde Joden die staan te wachten totdat ze de veewagons van de trein in mochten. Geen gewone personenwagons, nee, veewagons. De Duitsers volgden een strak tijdschema. Dagelijks werden in de vernietigingskampen duizenden mensen systematisch vermoord. Bij aankomst in het kamp werden de mannen gescheiden van de vrouwen en de kinderen. De vrouwen en de kinderen werden vrijwel direct vermoord in de gaskamers. Hier zie je het gifgas dat gebruikt werd, het zogenaamde Zyklon B. Ook veel mannen werden direct vermoord. De mannen die niet direct vermoord werden, werden door de SS te werk gesteld, bijvoorbeeld door het verbranden van lijken. Anderen moesten zware dwangarbeid verrichten in het kamp zelf of werden verhuurd aan fabriekseigenaren. Ook werden mensen als zogenaamde proefdieren gebruikt. Hier zie je zo'n gevangene die als experiment gebruikt wordt. Hij draagt een parachuteharnas en dan werd getest op welke hoogte het veilig was voor piloten om uit vliegtuigen te springen. Hierbij werd gebruik gemaakt van luchtdruk in de kamer. Vaak overleefden de proefkonijnen dit soort experimenten niet. Niet alleen Joden waren het slachtoffer van de nazi's, ook andere mensen werden slachtoffer, zoals zigeuners, Russen, homoseksuelen, gehandicapten, dat zowel lichamelijk als geestelijk, en politieke tegenstanders. Na de oorlog werd een deel van de misdadigers bestraft, tijdens het proces van Nuremberg. Veel nazi's wisten echter hun straf te ontlopen door de chaos die er in het naoorlogs Europa ontstond en vluchtten bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika. Hier zie je het proces van Nuremberg waar enkele hoge nazi's straf krijgen voor de misdaden die zij begaan hebben.